Vieren jullie Pasen? Ja. Ja. En wat gaan jullie dan doen? Met de hele familie gewoon op bezoek. Eten samen. Veel eieren eten? Jawel. Nou, ik krijg denk ik zelf de kinderen. En dan gaan we lekker eten. Hopelijk van het mooie weer genieten. We gaan een heel goed feest vieren met Pasen. Gewoon omdat iemand die de wereld heeft gemaakt, weer net zo te denken als die op leven is, weer gewoon op is gestaan. Dat is normaal, wat iedereen denkt. Gezamenlijk feesten, ja. Samen met de familie, samen eten, samen feesten. Visite. Ja, op visite. Wij zijn ook aan het vasten voor Pasen, dus we gaan ook vooral veel dingen eten die wij eerst niet mochten eten. Weet jij waar Pasen voor staat? Ja, dat is voor Jezus dat hij uit de dood is opgestaan uit de dood. En de Goede Vrijdag weet je dan ook? Dat hij... Nee. Jezus gekruisigd met ofzo. En... Dat is Goede Vrijdag. Oh ja, dat is Goede Vrijdag. Dat is een vrijdag. Ik heb eigenlijk geen idee. Hij stond op uit de dood. Heel goed. Geen idee. Ik weet niet. Goede Vrijdag, weet je dat wel? Ja, vroeger was het, toen ik naar de kerk ging en zo, nog veel meer. Tegenwoordig is het gewoon een, vind ik echt een voorjaarsfeest aan het worden. Wat betekent Pasen voor jou? Pasen? Dat betekent normaal gesproken voor mij, denk ik, samen zijn met familie en gezellig samen ontbijten, paaspuntje, eitje tikken. Ja, dat. Nou, dat is wel belangrijk voor ons, voor het geloof ook. Ja. En wij vieren dat ook elk jaar. Lekker samen met familie. Ja. Wat betekent Pasen voor mij? Een paar mooie dagen dat de familie bij elkaar komt. En met een, wat je zegt, een hapje en een drankje. En dan gewoon gezellig bij elkaar. Heel veel. Dat betekent echt heel veel voor mij. Want allemaal iemand die heel veel heeft gedaan voor de wereld. Daar moet je wel respect voor hebben. Pasen, ja, voor mij heel veel. Dat is ook mijn geloof daarom. Kun je dat uitleggen? Ja, omdat wij geloven ook heel veel in Jezus. En als hij dan op die dag is, hebben we weer opgestaan. Dus ja, ik weet niet precies. Het geeft een goed gevoel. Ja, dat wel. Ja, het geeft een goed gevoel om samen met je familie te zijn. Samen dingen doorbrengen. Zelf.